Rumor di mare. Dat is natuurlijk het geluid van de zee en dat is niet het rumoer van de mare hier om de hoek. Dat is gewoon het geluid van de zee. Dit is de 5e editie van dit prachtige festival, Naar Zee, Naar Zee. En wat mij dan onmiddellijk te binnen schiet is, nou, de 5e editie, dat is dus het lustrum. Maar toen ik het aan de organisatie vroeg, toen stonden ze me aan te kijken van, ja, lustrum, lustrum. Kijk, je bent zeeman of je bent het niet. En dat doe je maar in je eigen tijd, maar wij hebben gewoon ieder jaar een mooi festival. De twee hoofdorganisatoren, de rest komt straks, maar de twee hoofdorganisatoren zijn het koor Rumor di Mare, zoals hier staat, en zeg maar een afsplitsing, een zijtak van dat koor, en dat is Act of Mutiny. Ik geef het woord graag aan Jeroen, al sinds jaar en dag betrokken bij de organisatie. En hij is een van de mensen die zowel in het koor zit als in de groep Act of Mutiny. 5 jaar geleden begonnen Frits van der Mark, Kees Meijer en ikzelf met de organisatie van de eerste editie. Nu 5 jaar later is het natuurlijk ontzettend mooi dat we hier nog steeds staan elk jaar. Naar Zee, Naar Zee heeft altijd een binding gezocht met de eigen omgeving. We hebben afgelopen donderdag de lezing gehad. We hebben met B+C een aantal jaren die lezing georganiseerd. Nu met de historische vereniging Oud-Leiden. De lezing ging over de kweekschool voor de zeevaart. Niet onbekend hier in Leiden uiteraard. Het schitterende gebouw van onze sponsor. Geelkerken en Linskens advocaten. En Rudy Kagi, de journalist, heeft daar 30 jaar geleden een boekje over geschreven. Dat gaat hij binnenkort herzien. De lezing ging erover, was hartstikke leuk. En dat boekje komt in het najaar uit. En ik denk dat u hier, er is daar een informatietafel, daar liggen flyers, daar kunt u zich inschrijven voor dat boekje. Is zeer de moeite waard voor de echte Leienaar. Elk jaar hebben we eigenlijk iemand hier gehad van de gemeente. We hebben Jan-Kees de Haan gehad, die was niet van het podium te slaan. Die bleef maar doorzingen en doorzingen en doorzingen. We hebben de heer Lentin gehad en de heer Strijk geeft je net aan dat hij ook veel gaat zingen. Nou, graag een woord, applaus aan het woord van de heer Strijk. Robert. Dankjewel Jeroen. Mooi verhaal. En vol enthousiasme verteld. Dames en heren, ik heb zo'n dag vandaag, u heeft dat misschien ook wel, dan loop ik in die stad rond en denk ik, wat is er toch een onwijs gave stad om te wonen. Dan heb ik gisteren die mooie peurbakkentocht en ik ging daarna nog even naar culinair. Vorig weekend was ik bij de buurt waar je ook nog naartoe kan, dus ook genieten. Een stukje verderop, de Dragon Boat Races, vanmorgen iets met studenten. En dan loop ik net weer door die mooie burgsteeg hier toe. Naar die plek waar het in Leiden eigenlijk allemaal ooit begon. Hè, 1000 jaar terug hier met die prachtige burcht. En dan staan daar weer van die koren. Dan gaan we dat weer meemaken. Weer zo'n prachtige middag hier op deze mooie zonnige dag. En nou, Jeroen vertelde het net goed. Het gaat ook een beetje terug op de maritieme geschiedenis van Leiden. Want de heren die hier staan, zo heb ik het wel begrepen, en die al met Rumor di Mare 20 jaar zingen, die doen dat natuurlijk bovenal omdat ze er gewoon heel veel plezier in hebben en pret mee hebben. Maar ze vinden het ook heel leuk om dit stukje van het erfgoed, wat in Leiden speelt, verder te dragen. Naar zee, naar zee. Ik weet niet of u wel eens vaart. Ik hou van zeilen. En altijd als ik op het water ben en s'avonds een beetje die deining nog in me voel en dan dat rozige, als je je borreltje pakt op het eind van de dag, dan voelt dat water ook goed. Het is heerlijk om daar te zijn. En daar horen ook liederen bij. Dat hoort er gewoon bij dat als je op dat water zit, dat je ook wil zingen. En zij hebben daar een sport van gemaakt. En het mooie is, het is een traditie. Want als je het 5 jaar volhoudt, dan vind ik dat we over een traditie spreken. Leiden heeft een traditie. Met de zeevaartschool, waar vroeger de matrozen werden opgeleid. Maar wat ook niet bekend is, veel mensen niet weten, was dat er ooit een VOC-schip, de Burg, vertrok. 6 keer naar Batavia, wat veel was in die tijd. En echt in die gouden eeuw bijdroeg aan de rijkdom ook van deze stad. Ik mag mee gaan zingen, heb ik begrepen. Ik moet wel de teksten bijhalen, heren. Jullie kennen het natuurlijk allemaal vast uit je hoofd. Nou, hij staat er gewoon. Dat moet lukken. Nou ja, we gaan het wel zien. Zijn twee landen, die wel verslapen, zijn twee niet van zes te kwaar. Gaan we jongen.